Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex. En we zijn inmiddels al aan de tweede dag al, de derde dag eigenlijk al, en we gaan weer even wandelen, Remonski. Ja toch, even weer wat moesje maken, weer even haar. Het zwemmen was gisteren leuk. Ja. Nou, vandaag ook bowlen willen we. Ja, dat gaan we ook inderdaad weer even doen. En dan vanavond nog eentje even zwemmen. En dat is ook niet verkeerd. Dat is ook niet verkeerd, hè? Dat is niet niks, hè? Ja, en het is ook vooral een leuke zwembad, dat is ook niet verkeerd. Ja, het was wel een leuk zwembad. Het heeft alweer wat goeds. Want weinig glijbanen, we zijn er maar twee. Ja, dat ook. Dus volgende keer wel, ja, ze mogen wel wat meer glijbanen bouwen. Maar we gaan weer even lekker wandelen en dan. Gaan we wel weer zien wat we allemaal weer tegenkomen vandaag. Nee. 6 uur. Nou, hij doet het toch nog. Hij doet het alsnog, doet hij het. En er gaat daar eentje helemaal in de verte. Gaat er een met skiën langs. Dan zit hij net achter het huisje, zou je net zien. Maar hij is er wel in gebruik. Oh, daar komt er weer een. Kijk. Zie je? Zo, die gaat over die ding heen. Over dat bord heen. Zo. Zo dan. Zo. Leuk. Hij is nog steeds in gebruik, dus. Hier hebben we de zwanenbootjes. Maar hij doet het nog steeds. Nou, hier heb je de informatiebord en hier kan je dan die watersport kan je doen. En hier aan de andere kant heb je al die huisjes 002. En in 2014, toen zaten wij ongeveer daar, zo zaten wij. Dat is de laatste keer dat we geweest zijn toen. We hebben hier dadelijk een pad, als het goed is, rechtsaf. Ja. Nou ja, die ding weer. Kijk, en hier heb je huisje 1. 001. Zie je? Niet gek. Kijk, ja, je hebt hier nog een pad. Hier heb je nog een pad. Waar stond dit huisje er ook toen al, maar? Voor mij. Ja, ik kan me haast niet herinneren dat nieuwe huisje er stond. Het lijkt wel of dat huisje er toen nog niet stond. Maar hier loop je door, hè? En hier het einde van het huisje, ik weet niet waarvoor het is. Het lijkt wel een soort kinder. Een soort. Voor die kinderen dat ze activiteiten erin doen. Ja, wel grappig. Zie je? Het is op zich wel grappig om te zien dat. Maar ik kan me echt niet herinneren dat het huisje er stond. Voor mij is dat nieuw gebouwd. Voor mij is dat echt nieuw gebouwd, dat huisje. Het heeft maar weer wat goed. Ja, hier liepen we rechtdoor, 006. Ja, ik weet niet meer het. Ik weet niet meer het nummer. Nee, weet ik ook niet. Ik weet echt het nummer niet meer. Misschien als we er dadelijk voorbij lopen, dat ik zeg van ja, dat nummer was het. Oh, hier die kastanjebomen. Ja, hier hebben we die kastanjebomen. Een
Maar ik zou echt niet meer weten wat voor nummer het is. Ik vond je avontuur geen cassette. Maar hier hebben we de allerlaatste keer gezeten toen. En toen... In het park en bij de Buurman daar die het de helft gedaan. Dus daar waren ze ook allemaal weg. Dit herken ik nog wel een klein beetje, maar... Ja, dan moet je helemaal even achterop met een paard. 017. We gaan nog even verder kijken. Ja, alles om, goed zo. Sper. Goed hoor, Sper. Ja, ik ben. Dat was goed aan. Even filmen inderdaad. Yes! En strijk. Ik film hem en ik ga gelijk strijken. Ja, dat is mooi. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Goeie. Top. Nou, daar gaat Ramolski. Daar gaat Ramolski. Wat gooi je? 6 gooide die. Had er nog 4 om. Jammer hoor. Soms tegen. Ja, dat is niet niks. Dat is niet niks. Nee, moet je even zo doen, hè. Moet je even zo doen, hè. Proost. Dat is mooi, hè. Lekker hoor. Ja, dankjewel. Dat zie ik zo. Maar jij bent. Ja, maar ik hou het, hè? Voor het plezier van me. Ik denk het zal mij niet zo gauw om het punt aan dat ik een plezier van heb. Het is ook puur toevallig totdat je gewoon een bepaalde punt hebt. Ja! Het is gewoon meer voor het plezier dan voor het plezier.
0. Zo, nou en het is lekker donker. Ja. En we zijn gaan toch nog even kijken bij de huisjes in het donker. Ja. Wel ontzettend grappig. Dat doe ik wel, hè. Dat we een beetje in het donker die oude huisjes kunnen zien. Dan gaan we nog even terug. Ja. En daarna gaan we nog even zwemmen. Nee. Dus we moeten even een beetje op. We hebben niet veel tijd meer. Nee. Dus we gaan een beetje opschieten. Een beetje, oh, we lopen verkeerd volgens mij. Ik heb zo'n idee dat we niet zo'n beetje. Ja, we lopen verkeerd. We moeten de andere kant op. Wat voor Dori lopen we helemaal weer verkeerd. Ja! Oh, sorry hoor. Sorry hoor. Dus ja, stel scherp. Kutcamera. Zie je precies. Dus nou, daar gaan we er even wandelen hier, oh, in de bosjes. In de bosjes, oh, met Ramon in de bosjes. De bosjes, ja. Ja, nee, ik ga er even bij de huisjes kijken. Ja, precies, even kijken. En ik denk dat dit, even kijken, zoals we het nu opnemen, ja, nog eigenlijk nog wel veel mooier is, ja, als gisteren toen we die huisjes opnamen, ja, bij daglicht. Ja. Ik denk dat het als het donker is, dat het eigenlijk nog gaver is eigenlijk. Ja, dat is, we gaan gewoon even kijken. We gaan, ja, gaan we gewoon even kijken wat we doen. Ja, kijken hoe we ervan. En we gaan nog even lekker zwemmen daarna. Ja, even weer wat moois maken. Dan gaan we er even wat moois maken. Op deze laatste avonduur. Ja, want het is de laatste avond. En dan zit de vakantie er alweer op. Ja, dan is het ook weer mooi. We hebben het lekker gegeten. Ja, dat is. En dan is het ook weer even weer mooi. We zijn er weer hoor jongens. We zijn er weer. Ja, precies, we kijk, daar zijn we weer bij de huisjes. Ja, we kijk eens, wauw. De spookachtige huisjes. Kijk, ja, daar brandt gewoon licht. Ja. Zie je, daar wonen er gewoon mensen. En daar ook. Ja. Kijk. Ook en nu kan je eigenlijk goed zien welke huisjes te bewoonbaar zijn. Of nou ja, bewoonbaar zijn in ieder geval waar mensen zitten. En waar niet. Personeel, stagelopers. Of wat die krijgen dan zijn huisje toegewezen. Ja. Gewezen. Ja. Kijk, hier brandt gewoon licht. Ja. Zie je? Dat wel, ja. Hier brandt gewoon licht, hier ook. Dat is, en hier ook. Hier is het helemaal donker. Ja, dat is hier zit dus helemaal niemand. Nee, maar in dit huis wonen gewoon mensen. Kijk, en hier heb je dan die oranje gordijnen. Ja, precies. Die dat weer. Dat is echt wel bizar, is het? Ja. Kijk hier ook. Dat ook hier slapen gewoon mensen, dus. Ja. En brandt gewoon licht. Dat is niet verkeerd. Komt zelfs nog rook uit dat ding. Ja. Nou, en hier. Ja, hier oh, hier zit ook nog. Nou, hier, deze bijvoorbeeld is niet bewoonbaar. Deze staat gewoon helemaal leeg. Ofwel. Het is gewoon echt spookachtig. 1005. Zie je? We blijven wel op de paal. Ik vind het doodeng. Ik vind het echt eng, jongen. Het is echt fucking eng, is het. En daarom zei ik ook, van als het de avond is, is het eigenlijk veel leuker om te filmen. Ja, precies. Dan moet je kijken hoe spookachtig... nou, ja. Het is toch wel heel goed. We moeten eigenlijk nog een beetje... Eigenlijk moet er nog muziek onder. Ja, precies. En een beetje zwart-wit... films, oh ja, ja, zwart-wit beeld, en dan is het net echt. Ja, precies, dan lijkt het nou, hier, kom net, die vrouw kwam er net uit. Maar dit huis is ook gewoon nog bewoonbaar. Ja, 1109. Het heeft toch wel weer wat goed. Nou, en, we gaan even die kant op, want hier waren we nog niet geweest. Oh, ja, precies. Hebben we hier zo'n beetje wat... Mooi. Zo, ik schrok me eigenlijk echt dood. Echt mijn hart zat in mijn... Die... Ik vertel net, die vrouw die stond daar net. En die vrouw, ik stond bij dat huis, stond ik. En die vrouw kwam naar buiten. Zo daar. Echt, ik schrok me de pleuris. Echt, ik vond het echt eng. Ik heb al echt hard in mijn keel. Kijk, hier wonen ook nog mensen gewoon, hè. Hier wonen ook gewoon nog mensen. Dit huis is wel leeg. Dat is niet echt, ja, alleen dat buitenlampje brandt. Maar hier, hè, zitten ook gewoon weer mensen in. En daar ook. Daar zitten ook gewoon nog mensen in. Bij sommigen en bij sommigen. Ja. Het heeft maar weer wat goeds. En het is echt als stalling. Want dit, is, dit zijn echt geen vakantie hier, mensen. Dit zijn gewoon echt, ja, hoe heet dat? Echt puur mensen die, ja, die dus vakantiewerk doen. Ja, precies. En dus eigenlijk niet,
Ja, misschien wel verder weg wonen of zoiets, weet je wel. Ja, en die kan je dan hier zo'n huis zagen, weet je wel. Want dan kun je een keer kleren en te rijden. Kijk, hier staat ook weer zo'n heel eng huis. Waar het lekker donker is. Ja. Dat is mooi. Dus, zo, maar het hart zat in mijn keel net. Wat vind jij er nou van, Ramon? Ook zie je nog ineens bijna meer, joh. Ik zie je bijna nog ineens meer. Zo donker is het al. Ja, hier hebben ze ook helemaal geen straatverlichting hangen hier, hè? Er hangen hier helemaal geen straatverlichting, helemaal niks. Maar ik denk, als het nou overal donker is, overal in de rug, dan zie je helemaal haast niets meer. En als je dadelijk naar het centrum wil, dan moeten we die kant oplopen. Staat hierop. En daar verderop is het daar zo ergens bij het water. Hier, hier achter. Achter die struikgewas en achter dat water. Daar zit de plaza. Maar kijk dit, jongens. Echt fucking eng is het hier ook. Echt fucking eng. Kijk dit, hoe fucking eng het is. Er staat iemand. Zo, ik zie daar een schim. Kijk die schim daar zo. Oh ja. Fucking eng. Het lekker ieder pot, maar. Fucking eng dit. Ik zie gewoon een schim voor de, ja, voor de dingen, zie je dat? Ja, dat is wel pot in dat, ja. Fucking eng dit. Er komt ook nog wat van achteraan. Ja. Het is echt fucking eng. Kijk, want hier heb je dat water, hè? Ja. Daar heb je dat zwembad. Ja. Zie je? Oh, het komt hierin. Het komt hierin. Nou. Ik heb al een heleboel filmpjes gezien. Zo, ik schiet me de pleuris. Wil je dat nooit meer doen, dat geluid? Zo. Ik voel dat zoiets. Fucking in. Schij uit, gek. Schij uit, gek. Maar ik heb een heleboel filmpjes op YouTube gezien. Maar ik heb nog nooit zo... Oh, er loopt iemand voorbij. Ik heb nog nooit eigenlijk dit gezien bij donker. Dus daarom wou ik eigenlijk weer de eerste wezen. En dit is even een keertje op de film. Maar ja, ik zei net ook al, ik kan niet lang filmen hier. Hoor. Nee, het is een want we hebben nog tijd nodig voor te zwemmen. Ja, daarom... En we hebben nog maar een anderhalf uur of zo. Dus we gaan zo echt nog eventjes het zwembad in. Ja, want we zijn wel goed van de afjes, maar... Ja, maar... Zo, maar dit is echt fucking eng, jongen, oh, dit, hè. Het is echt fucking eng. Het is echt... Dit, ik denk dat dat ook eng wordt als het heel donker is. Zo, nou, dan durf ik niet meer te lopen. Dan ga ik dood. Ga ik dood van dit. We willen hier niet eens. Kijk, hier. Dit huisje staat alweer leeg. Oh, ja. 10 minuten 14. Als ik nou, kijk hier. Staat gewoon helemaal leeg. Niks bijzonders te vinden. Niks bijzonders te vinden. Nou en... Kijk dit, fucking eng. Je ziet hier geen vergunning omheen. Oeh. Oeh. Kijk, daar wonen dan weer wel. Mensen, daar brandt weer licht in het huisje. Okay. Het is gruwelijk eng dit, jongen. Ja. Fucking eng dit. Ik vind het echt gruwelijk. Ik ken hier echt als. Zo, je ziet me bijna niet meer. Als je. Oh, dat is trouwens weer een gewoon huisje. Wat ik net filmde was dus een gewoon huisje. Nee, wat ik wou zeggen. Als. Als de campervennen. Hoe heet dat? Een beetje Walibi wil nagaan doen. Hé, kijk, daar ben ik weer. Ja, dat is ook mooi. Als Walibi een beetje, of als de Hutteugd een beetje Walibi naar wil doen. En ooit iets met horror wil gaan doen. Of met het thema Halloween. Zo. Nou. Dat zou wat wezen, man. Ik weet waar, ho. Maak er gewoon een scare zone van. Maak er gewoon, weet ik voor wat. Ja. Ja, gebruik het gewoon voor Halloween. En dan kan je best grappig iets bouwen voor Halloween. Want het is echt eng en gruwelijk. En ja, het ziet er best wel creepy uit. Nou, zijn we weer teruggelopen. Ja. We hebben even een rondje gedaan. Het zag er inderdaad heel erg spooky uit. Ja. Maar ja, we hebben geen tijd meer. Nee, anders. Dus we moeten weer we moeten weer gaan lopen. Ja, weer richting de... We gaan nou richting het zwembad. Ja, en dan gaan we nog even zwemmen. Ja.
dat het een biertje toe doen. Ja, dus dat nog... ja, want anders hebben we helemaal geen tijd meer. Ja, anders kunnen we trouwens ook nog zeggen van, goh, we hebben maar één avond gezongen. Ja, daarom. Dus we willen toch nog even gaan zwemmen. Ja. En we gaan nou gaan we zwemmen. Ja, gaan we nou weer wat moois dus, dan komt het helemaal. En dan, ja, daarna gaan we weer terug naar het huisje. Yep. Gaan we slapen. En dan morgen om 10 uur moet het huisje weer uit zijn. Ja, en is de vakantie voorbij, helaas. Ja. En dan kunnen we weer zeggen, we zitten er weer op. Oh, kan weg. Oh, dan wordt het weer donker. Dan wordt het weer donker. Ja, weer voetje. Maar wij gaan. Ja, het is in ieder geval. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk weekend. Beetje kort. Ja, maar... Eigenlijk als je zoiets doet. Moet je wel langer. Dagen zijn ja, moet je langer eigenlijk. Midweek of zoiets. Ja, midweek of een gewone week. Ja, geen week. Dan heb je net wat dagen meer om. Om wat te kunnen doen. Om wat te gaan doen. Ja, precies. Want nu is het gewoon echt zo snel voorbij. Ja, als je die... Vrijdagavond kom je pas aan, natuurlijk, weet je wel. Ja. En even kijken, Aquamundo, maar Macadon, die kant op. Nee, maar ja, je hebt nu, vrijdag kom je aan. Ja, precies. En dan is het eigenlijk al veel te kort. Kijk, een konijntje. Ja, een konijntje. Dat, kijk. Twee is volgens mij. Twee konijntjes. Ja, ook leuk om te zien. Kijk, konijntjes. Oh ja, ze komen een beetje deze kant. Oh ja, tenminste. Konijntjes. Kijk, ze rennen. Oh, ik kan ze niet om een bult krijgen. Het is een beetje wazig. Oh, daar. Daar heb je ze. Dat is niet gek. Ja, het is wel leuk om te zien. Dat het... Kijk, ze lopen, die gekke beesten. Ja, leuk, die ze lopen gemiddeld op dit pad. Ah. Ja, blijft nog gewoon staan, ook die gek. En dan gaat hij hobbelen. Kijk, konijntje. Ja, het is wel leuk om te zien. Oh, wat lief. Ja, oeh. Kijk, hallo. Hé, hey, Rabbitje. Kijk eens rennen. Ja, daar gaan ze. Kijk, ze zijn ruzie aan het maken met elkaar. Echt leuk. Wauw, echt leuk. Zo, toen werd het weer heel donker. Ja, het wordt een beetje aan het op hier. Of niet? Niks. Zo. Maar, ja. Ben ik weer. Nee, ja, je komt pas vrijdag aan en dan heb je eigenlijk vrijdagavond alleen maar. Ja. Nou, dan ben je eigenlijk meestal te moe om weg te gaan. Ja, dus dan wordt het alweer zaterdag. Ja. Nou, dan heb je zaterdag en zondag alleen nog. Ja, en de andere dag moet je alweer naar huis toe. Dus ja, dat is eigenlijk te kort. Ja, maar het wordt steeds donkerder hier, hoor. Ja, dat wel, ja. Dus ik ga hem weer even neerleggen. En dan gaan wij even lekker even zwemmen. Even wat op ons gemakkie. Ja, toch? Dat dan weer wel. Gaan wij even lekker zwemmen en dan spreken we jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Tot later. Doei. Later. Nou, Ramon. Ja. Wat vond je van het zwemmen er net? Nou, als ik heel eerlijk ben. Het was kort en krachtig in die enkele minuten, maar. Ja, het was niet anders. Het was weer lekker kort. Ja, we gaan even ons. Doen even ons beklacht. Ja, ik was lekker kort. Moet even mijn beklacht doen. Ja. We gingen zwemmen en we dachten tot het zwembad tot 9 uur open was. Ja, dat was gisteren dat ook. Ja, dus wij zijn er om 8 uur zijn bij het zwembad. Dus we denken, nou, we kunnen nog gaan zwemmen, hè? Ja, precies, dachten ja. Wij nog. Ja, dus dat dacht nou, dat wat echt. Denk je? Ja. We komen bij de grote glijbaan. Ja, daar kom ik. Toen was er grote glijbaan, het was er dicht. Was in de zicht ineens, ja. Toen gingen we naar de wildwaterbaan. En toen kwamen we daar aan lopen. Ook al dicht. Ook al dicht, ja. Ook al dicht. Dus toen zei ik van, joh, ik zei, wat is dat nou? Jullie zijn tot 9 uur open. Ja, precies. En het is nog maar 8 uur. Ja, daarom, ja. Nee, meneer, we zijn tot 8 uur open. Ja. Dus nou, we hebben drie keer ben ik even kopje onder geweest bij de golfslagbad. Ja, en toen moesten we er alweer uit. Ja, toen was alweer klaar daarmee, zal ik maar zeggen. Ter het nog eens. Toen waren we ineens er klaar en mee. Ja, toen waren we er klaar mee. Ja, toen was het opeens, dammit, hey bagger. Dus toen konden we ons weer omkleden. Ja. En konden we weer naar huis. Ja, toen was het opeens weer... En nu zitten we bij het Grand Café, zitten we nou hier ook. En dan drinken we daar nog even een biertje. En we zitten maar even een biertje te doen dan, hè? Ja, dan gaan we daar maar even een biertje. Tot verdorie.
En dan hebben we toch nog even iets om iets goed van te maken, hè? Ja, precies. Dat is echt klote. Dat doen we gewoon met een biertje afsluiten. Dus vandaar ons beklacht. Ja, dat, ja, heb je dat? Ja, heel schandalig. We hebben zo'n mooi zwembad. Ja, en gaat het al om 8 uur gaat het al dicht. Ook al dicht. Ook al dicht. Ja, we zijn. Het is al geregeld. Het is al geregeld, we hebben nou wel iemand. Ook al dicht. Ja, hij stond al. Ja, hij stond er net, stond hij al. Hoe heet dat, al hier ook. En toen was mijn geld tellen. Ik zei, ja, normaal is hele neusje snel. Ja, nou ben ik mijn geld aan het tellen en nou staat hij gelijk voor mijn neus. Staat hij. Ja, ik ben er klaar mee. Maar het is al een homo ook. Ja, dat kan je echt zien. Ja, oké. Maar geef het, maakt niet uit allemaal. Wij gaan even lekker biertje doen en dan spreken jullie dadelijk weer. Dus dat was even ons beklacht. Ons beklacht, ja. Over het zwembad. Maar, ja. Maar in zijn algemeen, het was voor de rest wel leuk geweest. In deze hele weekend dat weer wel. Maar dit was even het enige momentje dat het even wat meer was. Ja, dat was minder. Het was klote. Ja, heb je dat? Ja, heb je dat? Zo, Ramon, nou, we zitten aan een lekker pilsje even. Ja, even lekker proosten op deze avond. We hebben lekker Heinekentje genomen. En we gaan even lekker even zitten hier, even een biertje op drinken. En dan zit de vakantie er weer op. Of nou ja, vakantie. Het weekend zit er al weer op. Ja, het weekend zit er al weer op. Hard gegaan. En we moeten ook inderdaad drinken en prozen op de einde van deze avond van deze weekend. Snel, hè? Was zo snel voorbij. Ja, het is niet wat te doen, maar toch. Zo ben je er en zo kan je alweer naar huis, hè, morgen. Ja, dat dan wel weer. Dus nou, we gaan nog even, even verder lekker ons pilsje opdrinken. We hebben nog even lekker een biertje. En dan komen we helemaal goed voor deze avond. Genieten we er eventjes. En dan. Dan is het al afgelopen. Dan gaan we morgen inpakken. Dat zien jullie ook nog wel eventjes. Dan ga ik ook nog wel even filmen hoe we gaan weer gaan inpakken en wegwezen. Hè. Ja, en dan is het weer voorbij. Het is weer voorbij, Ramon. Ja, dan is het maandagavond nog even onze. Voor ons eigen nog even onze avond zijn we nog. Dan is het weer. Dan is het weer voorbij. En dan is het dinsdag weer een nieuwe week, nieuw kantoor. Ja, moeten we werken, hè? Ja, dan is het weer niet op. Dus oh, jammer. Het wordt weer een. Dus vandaar, nou, wij gaan nog even een biertje drinken. Ja, maar ik ga de vlog alvast afsluiten, denk ik. Laten we dat maar hier doen, joh. Ja, dat is echt. Dus. Dat is niet mooi, hè? Jongens. Thanks for watching. De groetjes. Abonneer als je dat nu gedaan hebt. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer en druk op het belletje voor je om op de hoogte te blijven als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan geef ik een slotwoord aan Ramonski. Ja, dan is het. Serie. Dat is even bij deze. Ik wens jullie aan de andere kant wens ik jullie een goede fijne topavond nog. Als we dit zien is het al lang afgelopen. Dan zijn we lang weer thuis. Ja, precies. En ik zou zeggen, Marco, zie je weer bij de volgende vlog als de wereld komt. Hè? Ja. Dat wordt mooi, ja. Oké, jongens. Jullie doen lekker eten. Oké, jongens, later. Nee, je moet stoppen even. Hij snapt het weer niet. Ja, gelukkig blijf ik het wel weer. Kom maar goed. Hoi.